Wat zijn jouw toekomstplannen? Verpleegkundige worden. Ja, goed zo. En eigen kliniek. Goeie plannen. Laat zien wie je bent. Laat zien waar je voor staat. Het is beter om een mening te hebben dan geen mening te hebben. Er zijn te veel mensen die vergeten dat ze nu de kans hebben om te leven. Nu kunnen ze zijn wie ze willen zijn. Ondersteun deze jongeren. Laat ze niet in de steek. Want zij zijn de toekomst en daarin moeten we vooral investeren. Je kan alles bereiken als je gewoon zelf al erin gelooft. Ja? Wat is er gebeurd afgelopen week? Nu? Nee, niet nu. Maar waar was jij? Wees creatief. Ondanks of het nou corona of niet corona is, werk moet toch wel verricht blijven worden. Een hele goede middag. G, ben je er ook weer eens een keertje? Zo. Dadelijk gaan we ook praten, G. Als jij ergens wilt werken, zorg ervoor dat jij laat zien waarvoor ze jou kunnen inzetten. Het is heel makkelijk natuurlijk om een standaard sollicitatieformulier in te vullen, maar je kan ook zelf met suggesties komen, waardoor bedrijven het gevoel gaan krijgen van hé, deze persoon wordt echt de toevoeging voor ons hier binnen in het team. En is er iets waar wij kunnen doen om jou daarin te helpen? Ik heb net aan Samantha gevraagd of ik binnenkort de cursus sociale hygiëne kan doen. Zij is goed, hè? Gekke ja. Samantha. Oké, goede stappen. Altijd blijven ontwikkelen. Er is heel veel onzekerheid. Bedrijven willen niet investeren. En daarom geef ik ze advies gewoon, blijf gewoon hoop hebben en ga gewoon door. Weet je, deze periode van corona gaat ook voorbij. En dan komen mensen naar me toe, zeggen, jij bent altijd positief. En ik zeg, ja, ik snap niet waarom dat jij dat niet bent. Het is niet de sterkste die de grootste kans heeft om te overleven. Het is degene die het snelst kan aanpassen. Die heeft de grootste kans om te overleven. Wij hebben hier een missie om het sowieso voor kinderen in zo'n kwetsbare wijk. Ja, om het toch in tijden van crisis naar een zin te maken. Voor de komende periode tot aan december wat activiteiten en kleinschalige evenementjes voor kinderen organiseren hier uit de wijk. Ik wil de jongeren wel aanspreken van hey, ga niet bij de pakken neerzitten, maar het is een beetje kort door de bocht. Ik wil met name ook de gemeenschap doorgeven, de bedrijven, de overheid van ondersteun deze jongeren, laat ze niet in de steek. En ik snap het, we moeten nu aandacht hebben en rekening houden met kwetsbare mensen. Maar daarbij moeten we ook een balans zien te vinden in wat voor effect heeft het op langere termijn op jongeren. Door ze in hun vrijheid eigenlijk te beperken. Dus niet het voor jezelf houden dat je een probleem hebt, maar gewoon praten met iemand in je omgeving die je vertrouwt. Om gewoon te zeggen van ik heb een probleem of ik kom niet uit. Of ja, klop bij ons aan. Wellicht kunnen wij wat voor ze doen. Maar gewoon niet het voor jezelf houden, want je bent niet alleen.